Hallo, ik ben Lotte. Ik noem een paar gebouwen en beelden. Bijvoorbeeld het station, Peert van Omeloeks, Stad Schouwburg en Sint Joris en de Draak. Veel kijkplezier! Op 1 mei 1866 is er een noodgebouw geopend. Het station dat we nu kennen. In april 2002 is er begonnen met verbouwen tussen het stationgebied en het treinspoor. Na de Tweede Wereldoorlog werd er een plaquette voor het gevallen spoorwegpersoneel opgehangen met daarop 12 namen. Dit was ons verslag over station Groningen. Wij zijn Fanno, Rianne, okay. En we gaan nu vertellen over de Peert van Omeloeks. Het is gebouwd in 1788 en het is een jonge stad. Oké, zullen we hem even filmen? Wat is het? En dan kan het bij ons niet. Hallo, we staan voor de stad Schouwburg in Groningen. En het is een oud monument en er wordt voorstelling ingegeven. We willen jullie wat vertellen. Wat is over het oude monument? Er is een grote blauwe die klassiek is ingezet. Schouwburg is een belangrijke deze is een schouwburg in balkons. Het is al een web of vriend, ik wil een van Gent en Muffel in te kopen. We kunnen van 750 mensen in dit theater. Het is gebouwd in 1883. En dat was het. De Martini-toren is in 1482 gebouwd. De Martini-toren is 97 meter hoog. In de 5e eeuw werd de Martini-toren uitgebouwd. In 1994 is er een nieuwe klok gebouwd, de Kromstaart. De klok weegt 5550 kilo in en heeft een doorsnede van ongeveer 2 meter. Op deze klok staat het volgende rijm. Kromstaart mag men mij noemen. De Groningers zal ik roemen. Want volk van stad en land schonk mij met milde hand. 1040, 1990, Groningen stad 950 jaar. De bijnaam van de Martini-toren is Olle Grieze, omdat het door het weer van kleur verandert. Dat was ons verhaal. Kijk, daar is het geel. Als die klok naar beneden valt, jongen.
Joyce en de draak. In 1946 werd in de provincie Groningen een comité opgericht om geld in te zamelen voor een provinciaal gedenkteken. De beeldhouwer Ophalt Wenkebach kreeg de opdracht voor het werk. Het monument bestaat uit een grote bronzen St. George in de Mariënkolk. Met in zijn rechterhand een zwaard met de tekst rechtvaardigheid, vrijheid, vrede. Het staat op een natuurstenen plaat op 8 meter breed. En het voetstuk waarin relief de verslagen draak is begrepen. Dit was een stukje. Wil de draak nog even filmen? Ja. Hij is wel eng. Maar bestonden draken meestal? Zit daar wel. Toch grote benen. Draken bestonden helemaal niet. Zie je zijn ding ook? Draken. Vandaag bij het stadhuis op de Grote Markt. We gaan het straks hebben over het stadhuis. Vragen voor jullie: wanneer is het stadhuis gebouwd? De letters op het stadhuis zijn Romeinse cijfers. 1850? Nee. 1850. 1810 staat er ook op. Ja, ja. Oh ja, dat was gisteren. Ja. Was het gisteren? Wanneer, Tristan? 1810. Hartstikke goed, jongen. De grote markt tot in de 19e eeuw. De brede markt is het middelpunt van de stad. Groningen, de grote markt, wordt geomineerd door de Martinitoren en het stadhuis, andere prominente gebouwen zijn het Goudkantoor en het nieuwe Waagstraatcomplex. Goedemorgen, wij zijn Paulette en Trissa en Adam. We staan hier nu voor de coronabeurs op de vismarkt. De vismarkt is ook een eind van de 4 mijl. De coronabeurs is nu een supermarkt. J.G. Beuzekom heeft het gebouwd. Nu. In 1825 werd er houten korenbeurs gemaakt. In 1865 werd het gebouw zoals het nu staat. Over de A-kerk. Waarom heet het de A-kerk? Hij is vernoemd naar de Drentse A. Vroeger heette het de vrouw van onze lieve der A. Hij is 60 meter hoog. De breedte van de A-kerk is 25 meter breed. Hij is in de tweede middeleeuwse kerk gebouwd. De A-kerk wordt niet meer gebruikt als kerk. Het wordt meer gebruikt voor een tentoonstelling. In de oorlog werd het gebruikt als fietsenstalling. Dat was ons verhaal van de A-kerk. Waarom wordt het nu van de tentoonstelling? In de oorlog was het een fietsenstalling. Ja.
Hallo beste mensen en kinderen. Ik ben Roosje. En ik ben Louise. We staan in het Noordelijke Scheepvaartmuseum in Groningen. Hij is gebouwd in 1930 door meneer Merma, zijn collega meneer Bartelings en zijn andere collega meneer Horafijn. Dit waren de kunstwerken. Scheepsmodellen, scheepsportretten, zeemansouvenirs en scheepsmotoren. Dit waren wij vertellen van het Scheepsvaartmuseum. Ik hoop dat u heeft genoten. Met dank aan de kinderen van groep 5, 6 en onze cameraman meester Mark. Bedankt en tot ziens. Tot ziens! 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 Stop.